Automobilisten willen graag weten waar ze aan toe zijn. Dagelijks zijn dat honderdduizenden mensen die in de file kunnen komen. En dan heb je informatie nodig voor het geval er een verstoring onderweg is. En die informatie die wordt geleverd door het NDW. En de ANWB kan daar weer producten van maken. Voor allerlei applicaties, voor teletext, voor een iPhone, voor de website. En natuurlijk onze radio-informatie. Het sterke van het NDW is dat ze streven naar informatie die landsdekkend is. Iedereen kent de Rotterdamse haven, maar we zijn natuurlijk als stad ook een belangrijk economisch centrum. Als we beide economische motoren draaiende willen houden, dan moeten we zorgen voor een goede bereikbaarheid. Want als we een A20 opengooien voor wegwerkzaamheden, dan wordt dat ook in Utrecht en in Breda gevoeld. Een centrale databank levert voor ons als gemeente voordelen op. Het is kostefficiënt. We hebben meer toegang tot historische gegevens. En we kunnen beter samenwerken met andere gemeentes en wegbeheerders. Als transportondernemer wil je betrouwbare en actuele informatie hebben over de knelpunten die je onderweg kan tegenkomen. Het zou heel mooi zijn als we de gegevens van de NDW zouden kunnen integreren in ons eigen systeem. Om een betrouwbare reistijdvoorspelling te maken. We willen voorkomen dat onze chauffeurs voor een tunnel komen te staan waar ze te hoog voor zijn. We willen tijd en geld besparen en natuurlijk willen we betrouwbaar zijn naar onze klanten toe. Wat ik echt belangrijk vind is dat we het verkeer beter leren voorspellen, zodat we er snel op in kunnen spelen en daarmee kunnen we files voorkomen. In de praktijkproef Amsterdam gaan we werken aan een betere doorstroming van de wegen in en rond Amsterdam. En dat doen we door een samenhangende inzet van op zichzelf bestaande maatregelen, zoals verkeerslichten, signalering, toeritdosering en informatie boven de weg. Want het verkeer moet kunnen doorstromen, ook bij ongelukken, bij werkzaamheden. Ook bij evenementen, zoals bijvoorbeeld de autorij. En daarvoor hebben we een totaalbeeld nodig van het verkeer. En NDW kan ons dat leveren. 13% van de files wordt veroorzaakt door incidenten op het wegennet. De droom van onze Rijkswaterstaatorganisatie is om in die gevallen de weg nog sneller weer beschikbaar te hebben dan nu het geval is. En die droom kunnen we samen realiseren als alle wegbeheerders en hulpverleners zich aansluiten bij de NDW-organisatie. NDW beschikt nu al over actuele en betrouwbare verkeersinformatie. En door die aansluiting zorgen we ervoor dat we samen met partnership tot een betere dienstverlening kunnen komen voor de weggebruikers.